Met op baan 8 voor Trivia, Matthijs van Merendonk. Op baan 1 van de Heek Swimming, Jeroen Baars. Op baan 7 voor Orca, Dominique Sikkema. Op baan 2 van Albion, Thomas Verhoeven. Op baan 6 voor de Dolfijn, Kenzo Simons. Op baan 3 ook van Albion, Ensker Kottering. Op baan 5 voor de Dolfijn, Tom de Boer. En op baan 4 van PSV, Kylie Stolk. Dit is de 100 meter wisselslag heren finale. De wisselslag bij de heren tussen de gele lijnen daar in baan 4. Karel Stolk, hij gaat aan de leiding. En in 24.05 na die eerste 50 meter ging hij hier in Bosch. Kijken we nog even naar die tijd van Kenzo Simons in baan nummer 2. Mooie opening daar van Kenzo Simons onder de 25 seconden. We houden die tijd in de gaten. Het is Stolk in ieder geval in baan nummer 4. Die op de overwinning afgaat. Ruim voorsprong heeft. Tweede positie. Nu in handen van Kenzo Kottering. En de andere heren daarachteraan. Stolk, hij tikt aan in 52, 51. En dat is een fantastisch nieuw kampioenschapsrecord. De officiële uitslag verschijnt hier in beeld. 52-51, dames en heren. Nieuw kampioenschapsrecord. De Nederlands kampioen, Karel Stolk. Ensker Kottering geeft de tweede tijd. Maar we kijken ook naar de derde tijd. Die van Kenzo Simons. 54-47. Dat is een nieuw Nederlands record. 18 jaar. Wij gaan naar de finale 100 meter schoolslag dames para zwemmers.